Wel, de uitdaging was om iets te maken dat voor de tentoonstelling, die dus de titel Vluchtverhalen draagt, hier in het Red Star Line Museum in Antwerpen, om daar eigenlijk een gepaste aansluiting te vinden bij de objecten die werden tentoongesteld tijdens die tentoonstelling hier. Dus het museum zelf heeft een aantal persoonlijke objecten van mensen die op de vlucht zijn in het land waar ze geboren zijn of vaak of leefden. En wij wilden daar een aansluiting mee vinden op een originelere manier of op een manier waar de toeschouwer een andere blik zou krijgen op het vluchtelingenverhaal. Wij hebben dat gedaan door het vluchtelingencentrum Linkeroever in Antwerpen te bezoeken. En daar met mensen eigenlijk een soort van kunsthistorische les door te maken. Waarbij we ze ingeleid hebben in de traditie van de Antwerpse stillevensschilderkunst. Dat zijn ook objecten, dat zijn levensloze objecten die werden geschilderd, ook gefotografeerd in recentere tijden. En we hebben hen gevraagd om met de weinige objecten die ze hebben in hun kamers en in het leven dat ze daar in het vluchtelingencentrum leiden, om daar een eigen stilleven mee samen te stellen. En dan zijn de mensen dan op de proppen gekomen met de dingen die ze dus effectief rondom zich hebben. Dat gaat van wc-papier tot eten, tot bloemen die ze gevonden hebben in de tuin. Maar ze hebben heel weinig, dus we moesten het daar dan wel mee doen. En die hebben wij dan op onze beurt samen met hen gefotografeerd. En die worden hier in een interactieve installatie tentoongesteld. Jullie hebben echt bij die mensen geweest. Hoe ervaren zij Antwerpen? Wel, eerst en vooral zitten zij op een bijzondere plek. Ze zitten een beetje weg van Antwerpen. Eigenlijk zitten ze naast de snelweg op een plek waar ook nog een psychiatrisch centrum is. Dat is het enige gebouw dat daar staat. En zij zitten zelf in de oude zeevaartschool die daar net naast staat. Dat zijn eigenlijk de twee enige gebouwen die daar staan. Het lijken wel twee grote stoomschepen die daar aan de Schelde liggen, maar die niet meer in beweging komen. Dus ze zitten natuurlijk ze zijn een beetje verdrongen uit Antwerpen. Anderzijds hebben ze wel toegang natuurlijk tot het openbaar vervoer en komen ze af en toe naar Antwerpen. En zijn ze vooral bezig met het wachten op een antwoord. Dus wat zij daar meemaken is een wachtprocedure waarbij ze hun dossier eigenlijk hebben ingediend. En waarbij ze dus wachten op een antwoord van de autoriteiten om te zien of zij kunnen blijven of niet. Er is geen grote kans dat zij kunnen blijven. Ik geloof dat er 3 of 5 gevallen negatief uitvallen. Maar er is altijd de hoop voor iedereen om een positief antwoord te krijgen. Dan krijgen zij hier een verblijfsvergunning. En de conditie in het centrum zelf, hebben mensen een beetje daarin. We hebben een aantal kamers zelf bezocht. We waren uitgenodigd voor een thee of een koffie. Ik kan natuurlijk moeilijk vergelijken, dat is nog steeds, dat kan beter, maar zijn privé is gerespecteerd vaak. Na een aantal weken zelfs, denk ik, kregen ze zijn eigen kamer. Dus omdat sommigen verbleven daar jarenlang. En dus ik denk dat... Ze worden hier wel goed begeleid. Ja. Dat is niet altijd het geval in asielcentra in België. Soms is er echt wel overbevolking, dat valt hier wel mee. Ze hebben daar ook een mooie tuin eigenlijk. En ze kunnen, eigenlijk is het wel echt een positieve plek om te zijn. En ook de begeleiding die ze daar krijgen, zorgt ervoor dat de mensen heel erg actief deelnemen aan het Antwerpse leven ook. De meesten vinden eigenlijk op korte termijn hier werk ook. Omdat er toch wel heel veel mogelijkheden zijn ook hier in Antwerpen. We weten allemaal van de A12 en de bedrijven die daar... Dus veel mensen gaan daar naartoe eigenlijk en die vinden daar direct werk eigenlijk. Soms is natuurlijk... Hebben zij nog niet een werkvergunning gekregen en dan worden zij daar in omstandigheden te werk gesteld die niet altijd even pluis zijn. Maar sommige werkgevers zijn ook heel rechtvaardig ten opzichte van die mensen en dan gebeurt het wel volgens de regels. Waar ben jij van afkomstig? Ik kom uit Rusland, ik was in Moskou geboren. En ben jij ook naar hier gekomen op de vlucht? Je kunt dat zo noemen. Mijn verhaal waarschijnlijk past eerder beter bij de vorige expo, die dan liefdeverhalen was genoemd. Dus ik kwam omdat ik ooit een vriend uit Gent had. En dan had ik ook werk en dan bleef ik om te studeren. Dus dat waren een aantal redenen samen. Maar natuurlijk op mijn achtergrond idee om weg te gaan uit het land waar ik geboren was. Waarschijnlijk kan je dat op een indirecte manier een vlucht noemen. Ja.